Beste kijkers, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oonk TV. Zoals u van ons gewend bent, krijgt u weer een uitzending met items uit Oosterwijk, Haren, Heukelom en Moergestel. Als u nog tips heeft voor opnames, laat het ons weten, hetzij via de HOS, via MTV of via Lovo. En voor nu wens ik u veel kijkplezier. Door het Nationaal Comité, 4-5 mei, wordt jaarlijks een thema gekozen. Een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden. En om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Het jaarthema van 2022 is Vrijheid in Verbondenheid. Toen eind maart 150 Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen in het voormalig GGD-gebouw in Tilburg, wapperde in de hele buurt huis aan huis de blauw-gele vlag. Een welkomstgroet en een teken van verbondenheid. Zo hebben we hier ook in het park vlaggetjes gehangen en op de vijver kaarsen geplaatst, om in verbondenheid het belang van vrede en vrijheid te benadrukken. De volgende zin is om de vrijheid te vieren, die Juri hier laat zien. Graag nodig ik Riki uit om een gedicht over vrijheid voor te dragen. Een gedicht dat vrij vertaald is naar het lied I Have a Dream. Ik heb een droom voor iedereen. Dat vrijheid op aarde waar zal worden. En dat we op een dag samen, arm in arm, hand in hand zullen staan. Ja, ik heb een droom. Een droom voor alle mensen dat vrede en vrijheid zal klinken. Ik heb een droom. Een droom voor de hele mensheid. Dat we op tijd op een plaats kunnen komen waar gemoedsrust is. Dat komt als we delen. Als we leren hoe om de ander te geven. Als we de ander de vrijheid gunnen om te zijn wie hij is. Wie hij wil zijn. Ja, ik heb een droom. Ik heb een droom dat alle landen het zullen vieren. Dat elk spoortje angst verdwenen zal zijn. Dat we onze stemmen zullen verenigen en het lied van de vrijheid samen kunnen zingen. Ik heb een droom. Een droom voor iedereen. Dat vrijheid en respect zullen schijnen als een morgenster. En bij het krieken van een nieuwe dag zullen we deze vrijheid kunnen omarmen. Ja, ik heb een droom. Dromen geven hoop. En hoop zorgt ervoor dat we sterk blijven staan. Opgewassen tegen dat wat ons overkomt. Heel passend is daarbij de tekst van het lied Something Inside So Strong. We gaan nu luisteren naar zanggroep Vocalis die dit lied voor ons gaat zingen. The more you refuse to hear my voice, away! Prachtig, dankjewel Vocalis. Ik weet zeker dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het genieten is om hier zo mooie muziek te horen bij het water in dit prachtige park met het licht op het water wat steeds beter zichtbaar wordt. De laatste zin van ons gedicht,
om de vrijheid door te geven. Mag jij weer? Mooi. Prachtig. Deze laatste zin van ons gedicht is een uitnodiging aan ons allemaal. Meer dan ooit beseffen we hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Meer dan ooit beseffen we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Laten we doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om vrijheid door te geven. Jullie zien hier stenen liggen, of ik denk niet dat iedereen het kan zien, maar hier liggen stenen in de vorm van een hart. Prachtig beschilderd door de basisschoolkinderen en de kinderen van de scouting. Deze stenen komen uit Normandië, waar onze bevrijders, de geallieerden, in juni 1944 in Europa aan land kwamen. We nodigen alle kinderen uit om een steen hier te komen pakken en die ergens in dit park neer te leggen. Neem ook maar een bloem mee, die staan er genoeg bij, die je erbij kunt prikken. Als we dan later in het park lopen, dan herinneren we ons dit mooie moment. En dan zien de mensen die het gras moeten maaien waar de stenen liggen. Dus kinderen, kom allemaal maar naar voren. Pak maar een steen, pak maar een bloem en dan loop maar lekker ergens door het park. Sommigen hebben een vlag erop geschilderd, maar ik zie ook mooie tekens staan van het comité en een lieve heersbeestje. En allemaal uitingen van vrijheid die hier nu heel erg passen. Als laatste aan mij, als voorzitter van het Harens 4-5 mei-comité, de eer om u allen, haar dorpsgenoten, te bedanken voor uw aanwezigheid hier. Onze oprechte dank aan allen die deze bijeenkomst hebben opgeluisterd met een eregroet, muziek, zang, persoonlijke verhalen en gedichten die jullie met ons hebben gedeeld. De mooie woorden van onze dorpswethouder, het uitdelen van de bloemen en het beschilderen van de stenen. Dank aan onze gemeente Oosterwijk, de sponsoren, de kinderen van de scouting en de basisscholen en natuurlijk ook alle leden van het Harens 4-5 mei-comité. Het is erg waardevol om dit op deze manier mogelijk te maken en hier samen te staan. Meneer en mevrouw Dankers, fijn dat u aanwezig wilde zijn. Hoe bijzonder is het dat wij vanavond op deze plek bij elkaar zijn, jong en oud. En dat we samen de slachtoffers herdenken van alle oorlogen en vredesmissies. Onze gedachten gaan ook uit naar allen die hebben geleden onder de wreedheden en onveiligheid van de kampen. Misschien heeft u in de krant gelezen over de documentaire Auschwitz, verhaal van ons allemaal. Of gelezen hoe oorlogstrauma's doorgegeven worden aan volgende generaties. We mogen het niet vergeten. Vandaag herdenken we om morgen de vrijheid te vieren. We hebben vanavond ook gehoord dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Dat we haar moeten beschermen. Dat we moeten blijven werken aan en vertrouwen op vrijheid. Altijd. Overal en in ieder moment. We hebben gehoord dat we mogen dromen. En dat hoop en dromen de mensen kracht geven. En de wereld draaiend houden. We hebben geluisterd en gesproken over keuzevrijheid, vrede, wereldburgerschap. Over mogen zijn wie je bent. Misschien is vrijheid een van de krachten om samen te kunnen leven. Een sterke oerkracht. Als een soort wind onder mijn vleugels. Zoals Bette Midler zingt in een van haar liederen. Het gedicht. We kunnen van het verleden leren, het heden ontvangen, op de toekomst vertrouwen. Neem de vrijheid mee, overal heen, om vrijheid te vieren en om vrijheid door te geven. Dank voor uw respectvolle aandacht en betrokkenheid. Het is heel erg fijn om met zoveel hier bij elkaar te zijn.
Namens het 4-5 mei-comité hopen we u, en ook zeker alle kinderen, maar die lopen daar, volgend jaar op 4 mei weer te mogen ontmoeten. Vaatwasserslang. Wasmachine. Batterij. Ventilator. Tandenborstel. Föhn. Koffiezetapparaat. LED-verlichting. Friteuze. Voor reparatie, onderdelen en witgoed, Leo van der Steen. Apportus, al bijna 70 jaar de drankenhandel van Oosterwijk. U vindt er ruim 200 biersoorten uit voorraad. Een groot assortiment whiskies. Binnen- en buitenlands gedistilleerd. Diverse wijnsoorten. Ook voor feesten bij u thuis. U vindt het allemaal bij Apportus in de Bokstelsebaan in Oosterwijk. Score een boek is een leesproject voor groep 5 en 6 van de basisschool en is opgezet als een voetbalwedstrijd. Bij de aftrap in week 1 bezochten lees- en mediaconsulenten van Bibliotheek Midden-Brabant alle deelnemende klassen met een topselectie aan boeken en een gemotiveerde videoboodschap van Gurkum, Salam en mascotte Kingo. Deze Willem II-speler daagde de leerlingen uit om in 9 weken daarna zoveel mogelijk mooie boeken te scoren. Ja. Ja, waar vond je het leukst? Ik vond Stormbaan. Stormbaan, leuk. Ja. Ging dat snel? Ja, ik had gewonnen. Heb je gewonnen? Oh, wat leuk. Ah, we hebben een winnaar onder ons. Geweldig, super. Heb je ook veel boeken gelezen? Ja, best veel. En nou hoorde ik net dat jullie ook een lunch gewonnen hebben? Ja, dat is waar, ja. Cool, dat is wel leuk. Lunch is wel erg belangrijk. En natuurlijk, wat is jouw favoriete boek eigenlijk? Mijn favoriete boek is die biografie van Cristiano Ronaldo. En je ziet het, als je dat doet bij ons, dan word je dan een goede voetballer. Dus na de biografie van Cristiano Ronaldo lezen, dan word je meteen een goede voetballer. En we gaan nu nummer 1, klein maakje, omdraaien. Wauw, we hebben in ieder geval 1 boek gelezen! We hebben er wel meer gelezen. Ja, 91 boeken. Krijgen we meer? Nog meer? Nog meer? Zijn we om? 591 boeken hebben we gelezen. Nou, dat was het wel, hè? Of niet? Nog meer? Nou, dan kun je nu het totaal aantal. Durf hem zeggen hoeveel? Op Nederlands of Nederlands? Kan dan Weet iemand hoeveel het zijn? 4591. Yeah! Ik zal even uitzoeken.
We zijn, het is voornemens om niet dieper dan 60 centimeter te gaan graven voor het plein. De menselijke resten die we nu aantreffen liggen dieper dan 60 centimeter. Die laten wij dan ook gewoon liggen. En de menselijke resten die we nu ook aantreffen dekken we straks weer heel zorgvuldig af. En dan leggen we het zand er weer overheen. Mark Bruinslot, ik ben projectleider voor het Monsieur Bekkersplein. Ik ben Arne de Ridder en ik werk voor Geonius. Keurtoon van Kerkhof. Tegenwoordig moet je voorafgaand elk werk wat wij uitvoeren een archeologisch onderzoek uitvoeren. En dat doen we nu ook voor het plein. Ik ben senior KNA-archeoloog. Wij zaten te bakkeleien over het kerkhof. Ik een paar jaartjes meedraaien in het beroep van archeoloog. Er zijn niet echt specifieke richtlijnen voor. Stel je voor dat wij dieper dan die 60 centimeter moeten gaan graven en we treffen menselijke resten aan. Dan hebben wij contact met een begrafenisondernemer en die verzorgt netjes dat de menselijke resten worden opgepakt en eventueel worden herbegraven of gecremeerd. Ja, de aanleiding is dat de gemeente verwachtingskaarten heeft of advieskaarten, beleidsadvieskaarten. Daarop staat aangegeven of er een hoge, lage, dan wel middelhoge archeologische verwachting is voor het aantreffen van bepaalde archeologische waarden. En dan wisten we, dan had dit waarschijnlijk dus een archeologische waarde. Is er een vooronderzoek uitgevoerd? En bij dat vooronderzoek is gebleken dat er hier mogelijk een restanten van begravingen aanwezig konden zijn, dan wel van een kerk. Destijds is in de jaren 60 denk ik hier opnieuw een inrichting geweest. Toen zijn er geen archeologische onderzoeken, die waren destijds nog niet verplicht. En tegenwoordig is dat wel het geval. Ja, gedeeltelijk. Volgens sommigen zou het geruimd moeten zijn. Anderen zeiden dat er mogelijk nog wel wat zou kunnen liggen. Dus je weet niet wat... Je moet verwachten. De werkzaamheden die zouden hier tot 60 centimeter onder het maaiveld reiken. Dus de kans is dan niet zo heel groot dat je dan iets tegenkomt. Maar inderdaad, 60, 70 centimeter onder het maaiveld kwamen de eerste graven al naar boven. Dit onderzoek zou 2 dagen duren. Omdat we nu even wat meer aantreffen, gaat het gewoon even een paar dagen langer duren. Omdat wij precies ook echt goed willen weten wat waar ligt. Dus het zal tot morgen nog onderzoek plaatsvinden. Meestal staat er 1 of 2 dagen voor. En soms is het gewoon ook een vooronderzoek wat we aan archeologie kunnen aantreffen. Het plein is een verhoogde kans voor archeologische vondsten. Wij gaan hier straks gewoon weer. Wij hoeven dus niet dieper dan die 60 centimeter te graven voor het plein, behalve voor de riolering dan. Dan kunnen wij gewoon straks weer verder met het plein. Ja. Ja, een paar scherfjes van nieuwe tijds aardewerk, zoals wij dat noemen. Nieuwe tijd is vanaf 1500 tot 1950. Verdere stappen na dit onderzoek zijn er allemaal. We gaan nog 1 sleufje opengraven, dat is de 5e locatie. Ik zie jullie allemaal zo actief bezig. Wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ja, wij zijn zeker actief bezig. We zijn met een delegatie van ons team 295 zijn we aan het trainen voor de Roparun 2022. Oké, de Roparun. Wat is de Roparun? Ja, de Roparun. Hoe zal ik het uitleggen? Dat ze zeggen de langste estafetteloop ter wereld. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Maar dat is een estafetteloop die normaal gesproken van Parijs naar Rotterdam gaat. Dit jaar in verband met de COVID-maatregelen is al vroegtijdig besloten om vanuit Enschede te vertrekken. En dan gaan we vanuit Enschede, zakken we af naar Limburg, we slingeren door Brabant. Ik denk niet dat we Zeeland raken, maar we gaan richting Zuid-Holland en we finishen op de Coolsingel in Rotterdam. Oké, dat is een hele trip. En hoe werkt het dan precies, die Roparun? We zijn met een heel team van 25 mensen. Bestaande uit lopers, fietsers,
mensen van het bivak die voor het eten zorgen, want dat hebben we natuurlijk ook nodig. We hebben chauffeurs van busjes, van campers. Ja, een hele team doet er alles aan om met z'n allen heel en gezond op de koolsingel te eindigen. En het lopen en het estafette deel gaat in twee teams. Dus het ene team is bezig en het andere team probeert ondertussen een beetje te rusten, te eten, te masseren. Ja, dat. Oké, okay, lijkt me een pittige uitdaging. Lopen jullie dan allemaal? Nee, we zijn met het team staat uit 8 lopers, 4 fietsers. Dus één team heeft 4 lopers, 2 fietsers. Het andere team heeft ook 4 lopers, 2 fietsers. We hebben volgens mij 4 man van de catering in de bivak. We hebben nog 3 masseurs, fysio's. 2 chauffeurs van de busjes, 2 chauffeurs van de campers. En nog 2 teamcaptains. Dus ja, 8 lopers. Ja. Hoe lang zijn jullie dan onderweg met zo'n Europa Run? Nou ja, toch wel dik 2 dagen. En, volgens mij een uurtje of 50 zeker wel. Dus we starten op zaterdagmiddag. Dan lopen we de hele zaterdagmiddag, nacht. Heel de zondag, zondagnacht, maandagochtend. En dan hopen we ergens in de middag in Rotterdam te finishen. Dus 2 volle dagen en nachten. Oké, okay, dat zijn pittige dagen, denk ik. Je zei normaal gesproken starten jullie vanuit Parijs. Nu niet? Nee, nee, inderdaad. In verband met de onzekerheid met COVID is eigenlijk al best wel snel door de organisatie besloten. We gaan dit jaar binnen Nederland lopen. Dus er is een perfecte locatie, denk ik, gekozen op vliegbasis Enschede. Of vliegbasis Twente is het, denk ik. En van daaruit is een route uitgestippeld die net zo lang is als de route die we normaal lopen vanuit Parijs naar Rotterdam. En we proberen ze daarbij ook, dat heeft de organisatie wel voor elkaar gekregen, zoveel mogelijk doorkomsten in dorpen, steden langs te gaan waar ook teams zeg maar vandaan komen. Dus dat is extra mooi. Ja. Op die manier krijg je waarschijnlijk ook meer publiek, hopen jullie natuurlijk. Het gaat natuurlijk om het goede doel. Hoe werkt dat inzamelen, het inzamelen van geld voor dat goede doel? Nou ja, we beginnen als teamleden, leggen we allemaal een bedrag in, zeg maar eigenlijk het inschrijfgeld, om deel te mogen nemen. Daar is een minimaal bedrag voor nodig. En daarnaast hebben we allerlei activiteiten, zoals we hebben met z'n allen worstenbroodjes gebakken en verkocht. Dat liep echt goed. We verkopen roperunloten. We verkopen heel het jaar door verkopen we 2 verschillende soorten wijnen die bij ons besteld kunnen worden. We hebben een geweldige pubquizavond gehad. Ook top. Zo proberen we allerlei manieren geld in te zamelen. En natuurlijk sponsoren zoeken. Sponsoren, donateurs. Alles is welkom. Alles voor het goede doel. Wat is het doel van de Europa Run? Nou, de Europa Run heeft eigenlijk een motto. En dat is leven toevoegen aan de dagen waar vaak geen dagen toegevoegd kunnen worden aan het leven. Helaas. Ja. En het team 295, shirt, ja, heeft als kleine doelen voor onszelf de wensambulance, waar mensen nog een laatste wens mee uitgevoerd kunnen krijgen. Of het ondersteunen, de bijdrage aan pruiken, wanneer mensen hun haren verliezen, helaas door de ziekte. Ja. Hele mooie doelen, maar daar heb je natuurlijk dat geld voor nodig. Op welke manier kunnen mensen jullie normaal of op dit moment nog mee sponsoren? Als team hebben wij allerlei activiteiten door het jaar heen om geld bij elkaar te krijgen voor de sponsoractiviteiten. Maar het is ook zo dat we sponsoren zoeken, gezocht hebben gedurende het jaar om financiële bijdrage. Maar we zoeken ook sponsors om ook materiële bijdrage te hebben. Bijvoorbeeld tijdens de Europa Run hebben we ook eten, drinken, vervoer en dergelijke nodig. En mensen uit de regio die kunnen ons natuurlijk altijd benaderen door ons team zelf, via ons team te sponsoren. Het kan op de landelijke site met team 295 op te zoeken. En we hebben zelf een website, Europa Run Team 295. En de social media, Instagram, Facebook. En natuurlijk de mensen die jullie intussen in beeld gezien hebben, kun je ook persoonlijk benaderen. Kunnen mensen jullie ook supporteren of volgen tijdens de Europa Run op een of andere manier? Zeker. Zeker dit jaar, omdat de route natuurlijk volledig door Nederland loopt en door Brabant voor een heel groot deel. Dus mensen kunnen op de site van de Europa Run, europarun.nl, kunnen ze de route bekijken.
En dan het zou tof zijn als mensen ons aankomen moedigen. En alle andere teams, want we hebben het hard nodig. En zeker als we hier in de omgeving zijn, dan zitten we ongeveer op de helft, denk ik. Dus dan hebben we er een 24 uurtjes op zitten. En nog 24 uur te gaan, dus een beetje ondersteuning, dat zou niet verkeerd zijn. Ja. Snap ik. Alle support is natuurlijk wenselijk. Dan wens ik jullie hartstikke veel succes en zet hem op, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. We gaan ons best doen. Ja. Wij zijn Team 295. Eindelijk mogen we weer. We gaan weer de Europa Run doen. Steun ons, jongens. Kom op. Geknipt voor ons vak. Dat zijn we bij John's Meubel- en Autostoffeerderij. Is uw meubilair toe aan een opfrisbeurt? Bij ons is uw stoel of bank in vakkundige handen. Ook maken wij nieuwe meubels, geheel naar uw wens op maat. Met eerste klas materialen. Al 25 jaar. Dit had ons een opa toch nooit kunnen bedenken in 1863. Wij vinden dat bankieren anders kan. Makkelijker, persoonlijker en altijd in jouw belang. We zijn een nuchtere bank met eenvoudige diensten en producten voor particulieren en voor de kleine zelfstandigen. Geldzaken zijn soms best ingewikkeld. Daarom maken we jouw geldzaken graag simpel en overzichtelijk. En kan het beter? Dan laten we het weten. Wij adviseren als enige grootbank in Nederland niet alleen hypotheken van onszelf. Kinderen vanaf 6 jaar hebben een coole attentie waarmee ze op een leuke manier kunnen leren omgaan met geld. Zo, dan zullen we de money eens voor jou uit de kluis gaan pakken. Kijk eens, alsjeblieft Mats. Veel plezier ermee. Je hebt bij ons normaal en menselijk contact. En als je nu liever op de site kijkt, belt of binnenloop bij ons. Je bent altijd van harte welkom. Je krijgt altijd een persoonlijk antwoord. Bij ons is het eerste mens, dan het geld.
Eerder voorzitter van Nibbelaar en ongeveer 55 jaar lid. Nou, dit was een heel mooi partijtje voetbal. Sportief. Ja. Dus, wij hebben terecht gewonnen. De tegenpartij die had behoorlijk weerstand geboden, maar wij waren duidelijk de sterkste. Ik vind het heel gezellig hier. Ik ben Kees van Roesel, wonende in Haren. Toon Verstijnen. Ik ben Björn van Os en ik heb vandaag de wedstrijd begeleid tussen de 75-plussers van Nemelaar die een wedstrijd hebben gespeeld tegen elkaar. Jacques. Gerard. Ans. Ik ben Mieke van Boksel. Ik woon 47 jaar hier in Haren. En ik ben activiteitenvoorzitter van de KBO. En we zijn blij dat wij een doofgenoot als scheidsrechter hebben. En ik kan u zeggen dat hij deze week, Björn van Os, deze week bevorderd is tot de talentgroep van de betaald voetbalscheidsrechters in Nederland. Hij floot tot heden regionaal. Hij gaat nu landelijk voetballen of landelijk fluiten. Hij fluit hoofdzakelijk hoofdklasse en derde divisie. Maar gaat ook het komend jaar optreden in de keukenkampioendivisie en in de tweede divisie. Dus ik denk een applaus voor Björn van Os, onze doofgenoot die het zoveel gebracht heeft. We hadden overwicht over het gehele veld. De meeste aanvallen wilden die kant hun weg. En ze deden dit was, was een uitstekende. Ze waren allemaal de ballen aan het vangen. Ik kwam helaas dus, niet voorbij. Ja. Bent u met dit commentaar eens? Nou, wij hadden één probleem. Dat we de VAR misten. Ja. Dus we konden niks terugkijken op een gegeven moment of het nou wel of niet eerlijk gebeurde. Ik ben toevallig heel kort geleden gepromoveerd van het amateurvoetbal naar het talententrek betaald voetbal. Uiteindelijk volgend jaar wedstrijden gaan fluiten in de hoofdklasse en derde divisie. Dus ik ga nu de overstap maken van het regionale voetbal naar het landelijke voetbal. En als vierde official ga ik ook actief zijn in de keukenkampioendivisie, is het tweede niveau van Nederland. Nee, zeker niet. Het is hartstikke leuk om te doen. Afgelopen zaterdag ook op het internationale toernooi gefloten hier bij Nemelaar. Ik heb hier de kans gekregen om scheidsrechter te mogen worden. Ik vind het hartstikke leuk om zo af en toe iets terug te doen voor de club. En een wedstrijdje deze is toch altijd leuk. Ja.
Ja, gelijk 1-1. Tafels en stoelen staan klaar. Ze zijn gewoon de beste hoor. Dus, Komt vanavond bij Studio Sport? Ja, kom vanavond bij Studio Sport. Het was zeker een wedstrijd, het was heel spannend zelfs. Want het werd eerst 0-1 voor de Groenen. Toen maakte Oranje na 10 minuten 1-1. En een wedstrijd duurt 15 minuten. Dus ze hadden allebei nog 5 minuten om te gaan scoren. En dat werd nog gedaan door Groen. Dus Groen heeft met 2-1 gewonnen. Het was heel spannend. Nou, ze luisterden bijna allemaal wel heel goed. Ik heb een enkele keer iemand tot de orde moeten roepen. Die heb ik ook bestraft met de gele kaart. Dat kon echt niet door de beugel. Dat was Jo Vugs. Maar ja, verder was het wel prima te doen. Ja. Ze mogen alleen niet wandelen. En je merkt dat ze toch nog heel fit zijn. Want ze probeerden allemaal stiekem toch te rennen. Hè? Dat mag natuurlijk niet. Ja, ik heb een oudere bondgenoot, waarom? Die kan ik dat vragen. Ja. Nou, Frans Bertens heeft contact met mij gezocht. En gevraagd of we even wouden komen overleggen van hoe ze het beste deze middag in zouden kunnen vullen. En toen zijn we met 3 personen daar geweest en even dit of dat of zus of zo. En daar hebben hun een programma van gemaakt en bijna alles wat wij voorgesteld hebben zit erin. Onder andere het starten met walking voetbal. Ach. Ik wil geen cadeautje, ik wil gewoon gezelligheid, praten met elkaar. Samen met en onder elkaar. Alle ouderen zoeken elkaar, willen met elkaar keuvelen. Top. Ja, zeer enthousiast lid. Ik heb heel de vereniging doorlopen. Hè. Ik heb gevoetbald in de jeugd en in het eerste en de senioren. En daarna in het bestuur gekomen. 44 jaar in het bestuur gezeten en zodoende. Nou, we hebben 3 erevoorzitters. Frans Bertens, Mark Wilms en ondergetekende. En die hebben met z'n allen een keer tegen elkaar gezegd, joh, god, er zit 75 jaar bestaan volgend jaar. Dus we zullen daar iets aan moeten doen om het bestuur een beetje te ontlasten. Hebben wij natuurlijk de organisatie opgenomen in z'n drieën. Tot op heden ontzettend goed. We hebben 0 wanklanken. We hebben alleen maar hele positieve berichten gehad. Ook vorige week. Vorige week was het internationaal toernooi. Dat was echt heel, heel erg goed. En de dorpsquiz, ja, iedereen weet het natuurlijk. De dorpsquiz is natuurlijk een gigantisch succes geweest. Hè? Nou, het volgende wat er nu staat te komen is alle historie van Nemelaar. Alles wat er op beeld is vastgelegd, dat komt hier naar voren toe. Dat kunnen alle mensen zien. Nou, deze films die gaan dus over Nemelaar. En ik heb toen ik... Ik heb vroeger, toen ik nog jong was, een filmclubje opgericht. En toen probeerden we allerlei leuke dingen in het dorp gebeuren vast te leggen. En mijn kinderen voetballen ook hier. Dus dan is het logisch dat je dan op een gegeven moment ook die periode op film vastlegt. En na zoveel jaren zie je het resultaat. En dan is het leuk. Heel erg leuk. Ik ben bestuurslid van Nemelaar. Van de senioren. En dat doe ik ongeveer een dik 20 jaar nu. En ik doe eigenlijk het wedstrijdgebeuren en het, alles wat er een beetje om me heen hangt. Dus wedstrijdzaken. Ik ben gewoon altijd donderdagavonden, de standaard is er wel Nemelaar. En de zondag, tenminste het grootste gedeelte van de zondag, is ook Nemelaar. En tussendoor, ja, wat er op pad komt. Ik hoef niet meer te werken, dus wanneer er hier een klusje ligt, dan doe ik er daar graag mee tussendoor. Mijn naam is Joris Schoones, een van de vele enthousiaste vrijwilligers van de club Nemelaar, die dit jaar 75 jaar bestaat. En ik mag dadelijk samen met mijn compagnon een leuk optreden gaan verzorgen voor onze oudere inwoners van Haren. Het gaat over een stukje historie. Zoals je misschien weet of gezien hebt, is er een stripboek uitgegeven vanuit Nemelaar. En Adrie van Haren, want daar hebben we het over, daar ga ik samen mee het stripboek vertalen. En daar hangen wij een komische noot aan.
Adrie van Haren is ook een bekend figuur in Haren, veel bij betrokken in het... Goedemiddag. Daar hebben we hem. Dit is Adrie van Haren. Is de Adrie. Dat is Adrie van Haren. Nou, ik stond hier net om de hoek, volgens mij heeft je het net staan vertellen. Ik stond even mee te luisteren. Ja. Ja, maar wij komen proberen de mensen te vermaken dadelijk met een leuke voordracht. Jors, als ik hier zo eens rondkijk, hè, dan is er niet veel veranderd in 75 jaar. Hè. Ja, toen een tent en nou nog steeds een tent. Waar zit je, Jan? Ik zeg, er is niet veel veranderd. 75 jaar geleden een tent en nou nog steeds een tent. Nee, dat is waar, Jan. Het wordt tijd voor een fatsoenlijke kantine. Ja, daar moest maar eens gezeten worden, ja. Daar moest maar eens gezeten worden. Ja. Het is, we hebben niet zo gek veel ervaring met z'n tweeën, dus ja, maar even kijken hoe het loopt. Waarom ben je er aan begonnen? Uitdaging. Ja. Als je dadelijk die mensen met de rotte tomaten beginnen te gooien, wat dan? Dan bukken. Snap je dat nou? Dat is in Geertruidenberg, hè? De elektriciteit maken en dat hier gewoon het licht brandt. Snap je dat nou? Sjors, snap je dat nou? Dat ze in Schiedam je de nevel stoken en dat ik hem hier raak. We duiken de geschiedenis in en werken zo'n beetje naar voren, naar vandaag. En kijk hoe dat valt. Ja, leuk. God, daar ging erop, man. Dat was toen al rivaliteit, hè, Jos? Dat was toen al rivaliteit. Ik weet nog wel dat wij vrijdags ervoor een busje bloemen gingen afgeven in het ziekenhuis in Den Bosch. Ja, ik zeg tegen zo'n zusterke, ik zeg, deze is voor Piet van Helvert. Ja, ze is hier, ligt in de Piet van Helvert. Zeg, maar een zonnige middag wel. Ik ben nog steeds de lid van deze vereniging. Daar ben ik al, denk ik, toch wel bij 45 jaar. Ik heb geel en groen bloed, dus ik ben hier veel te vinden. Allerlei activiteiten. En ja, goed, ze weten natuurlijk dat wij wel iets leuks in elkaar kunnen zetten voor de mensen. Dat wij onze gebitten in één tas stopten. Oh, ja, Jan. Weet je nog, Jan, dat wij onze gebitten in één tas stopten. En die wieren dan na de wedstrijd op een hoop geflikkerd. Alles door elkaar. Er was er die ene bij die zijn eigen taal nog in had. Waar zit je, Jan? Dat er die ene bij was die zijn eigen taal nog in had. Nee, jongen, er was er die ene bij die zijn eigen taal nog had. Hé, hey, zo heb ik eens rondgelopen. Ik heb eens rondgelopen een tijdje met de tand van Jan. En dat was me toch lekker? Ja, dat smaakt er nog wijn. Miswijn zeker. Maar ik draag Neemlaar een warm hart toe. Ik heb er jaren gevoetbald, wel in lagere senioren-elftallen. Ik heb jaren de playbackshow gepresenteerd voor Neemlaar, voor de jeugd, smiddag. Vond ik ook altijd heel leuk om te doen. En ik draag ze nog steeds een warm hart toe. Weet je eigenlijk waar die oude meuwen is gebleven? Die hier achter de golf stond. Waar is die gebleven, weet je dat? Die hebben ze kapot geschoten. Daar zie jij, Jan? Die hebben ze kapot geschoten. Wie, de Duitsers? Nee, Versterne, Vugs en Vermeer. Niet alleen sportiviteit. Het gaat ook om gezelligheid. Samen met je eigen team. Wel, ga je samen voor een team. Nou, we best wel zelfs en dan komen we. Ja! Thank you.
de hoogspanning. En nu krijgen we de derde fase. En de derde fase wil zeggen dat deze jongens, deze kabels, die waren niet door de mantelpijpen getrokken. En dan gaan we even kijken hoe dat werkt. Nou hebben we de derde fase. Ja, dus de mantelbuisjes die zitten er allemaal zo in, als ik ze zo mag noemen. Mm-hmm. Dus nu begint het kabel trekken. We gaan inderdaad nu verder met kabel trekken. De vorige keer stonden we hier met de vorige aflevering. Toen kon je zien hoe we de mantelbuizen in de grond werden geboord. En nu gaan we door die mantelbuizen de kabels trekken. Dus echt de hoogspanningskabels. En we staan dus nu op de locaties waar we de kabels daadwerkelijk door de buizen heen trekken. En die kabels, deze kabel, komen die al van Beest af? Of hoe moet ik het zien? Ja. We staan hier nu bij de Elsdijk, in Moergestel, een Oosterwijk gemeente. En de kabels worden nu ingetrokken in de buurt van Reedijk. Dat is dan Oosterwijk ook nog wel, maar dan kun je ze deze kant optrekken. Dus eigenlijk van Best richting Tilburg. Dat zijn we nu aan het kabeltrekken. We maken steeds twee boringen en door die boringen zijn vier mantelbuizen. En elke mantelbuis krijgt een kabel of een glasvezelkabel. Dus we trekken zes kabels in totaal en twee glasvezelkabels door elke boring. En daar zijn ze nu mee bezig. En daar zijn we nu bezig. Dat is een totale lengte van 32 kilometer. En er zit dus ruim 200 kilometer aan kabel in. En we zijn dus nu bezig inderdaad met het één boring daar de kabels erin te trekken. We gaan dus nu de Decatal, waar dus deze lierdraad mee aangetrokken wordt, naar dus richting de haspel. Die gaan we dus nu aan elkaar vastzetten. En dan geef ik mijn collega weer een seintje. Zo van, nou, hij zit hier vast, trek hem maar weer terug naar jou toe. En dan neemt hij dus de lierdraad die kant op, neemt hij dus mee terug. Die neemt hij helemaal weer terug naar de kabel toe? Ja, helemaal door de boring. Nou, die boring die is 900 meter. Dus en als die daar is, dan krijgen wij hem weer seintje, zeg maar, van mijn collega. Van, nou, hij is hier aanwezig, dan zetten wij hem hier op stil. En dan gaan zij daar, aan de andere kant, gaan zij de kabel weer vastzetten. Zodat wij dus de kabel deze kant op kunnen trekken. Ik ben benieuwd. Ja, wij ook. De trekkracht is niet te meten? Ja, die is inderdaad te meten. Alleen, ik hou nou even mijn voet op de rem. Van als ik hem loslaat, dan gaat hij als een dolle tekeer. Maar de trekkracht, zeg maar, die gebeurt hier mee met deze. Dat is digitaal. Die wordt dus digitaal opgeslagen. En daar geeft hij dus een aantal bars geeft hij dus aan wat ik mag trekken. Kijk, dit zijn zeg maar de aantal bars. Nou, meestal zitten we tussen de 10 en 15 bar. Nou, dat komt overeen met 1000 kilo, zeg maar. Nou, we mogen in principe tot 2500 kilo. Nou, dan komen we al richting de 35, 40 bar. Maar daar komen we nooit naartoe. Er zit altijd, af en toe heeft hij een uitschieter naar 20 bar. Dan hij zit tussen de 10 en de 20 bar. Zit ja, weer, daar zit hij om. Klopt. Net stonden we bij de kabel hier. Hier staan we bij de RUPS-kabelhaspel. En dat is eigenlijk, zoals je net kon zien, het is een machine die uit zichzelf de kabel blijft afwikkelen. Hij kan ook zelf de haspels laden en lossen, dus daar heb je geen speciale kraan voor nodig. Enkel als de haspels getransporteerd worden met een vrachtauto, dan heb je een hele grote telekraan nodig om de haspels eraf te tillen. Want ja, zoals ik al net zei, het weegt behoorlijk wat kilo's. Dus je kunt dat natuurlijk niet zomaar met een simpele kraan lossen. Nee. En op deze haspel waar we nu staan, daar zit een kabel op van bijna een kilometer lengte. Met een dikte van 12 centimeter. En die gaan we dus nou door de boring heen trekken. Boringen, maar ook met een open ontgraving. En we staan hier bij een open ontgraving gedeelte. Dan zie je dus dat de kabels op ongeveer 1,80 meter onder maaiveld liggen.
bovenop een paar centimeter. Nu zie je hem erop liggen, maar daar zit natuurlijk normaal gesproken grondmateriaal tussen. Het ligt een afdekplaat. En deze afdekplaat zorgt ervoor dat als je in de toekomst gaat graven, dat je eerst die plaat tegenkomt en dus niet de kabel kunt kapotmaken. En vervolgens ga je dan grondlaag voor grondlaag ga je terugleggen. Kom je op maaiveldniveau uit en vanaf maaiveldniveau ga je het weer herstellen zoals het was. Zodat de landeigenaar ook tevreden is hoe je het weer achterlaat. Maar hier staan we dus op zeg maar ruim 1,80 meter diepte. Dan heb ik hier langs mij staan Kastelein. En op die grond zijn ze ook volop bezig. Hoe is die samenwerking geweest? Nou, die is tot heden toe altijd redelijk goed geweest. Alleen ja, het loopt uit het programma, dus het is. We hadden geloerd dat ze al weg waren, maar dat is niet. Nee. Wacht, hoe doe je de vergoeding? En zijn jullie dan zo lang baas over jouw grond? Of hoe werkt dat precies? Nou, je krijgt een vergoeding en plus een verschalende vergoeding voor de gewassen die er niet groeien. En ja, als ze erop moeten zijn, dan hebben we hun het recht om erop te komen. Wij kunnen daar niet tegenhouden. Dus dat doen we dan ook niet. En dat is niet zo'n probleem, maar ja, een bepaalde situatie zou zeggen, ja. Maar dat is niet. En het is nogal een behoorlijke grond die hij hier liggen. Je had ook je zeggenschap over, je moet verder naar rechts of naar links, of hun plannen? Hun plannen de kabel erin. En als dat ze niet precies naar hun zin is en je kunt het en het kan, dan passen ze het aan. Maar als het niet kan, dan houdt het op. En je hebt er later ook geen last meer van, tenzij die kapot is natuurlijk. Ja. En wat dan nog groeischade is, ja, dat weten we niet. Daar wachten we af. Ja. Dus voor jou waren ze eigenlijk gewoon vrij positief? Nou nee, het is niet positief, maar je moet gewoon positief zijn, want anders gaat het niet. Hè? Nee. En je kunt toch niet tegenhouden, dus je verliest altijd. Dus dat is ook niet de bedoeling. En je krijgt een extra bedrag als je meewerkt. Ja, dan kun je het best wel meepakken, hé. Ja, tuurlijk. Ja. Er zijn erbij, die hebben het af het gereis gegooid. Je wil alles tegenhouden, maar dat lukt ook niet. Nee, je kunt die kabel toch niet tegenhouden, want dat is overheid. Als er mensen waren tussen zitten die dat tegen konden houden, dan kun je de kabel nooit aanleggen. Dus nee. Dat gaat niet. Dus wij hebben gewoon maar meegewerkt. En ik denk dat als je meewerkt, dat je ook het meeste geregeld kunt krijgen. We hebben dus nu de kabels eigenlijk bij elkaar komend. Hè? We hebben zo uit de open ontgraving komen. Daar is een open ontgraving. En op een gegeven moment moet je ze toch aan elkaar vastmaken. Want kabels zijn niet oneindig lang. Het aan elkaar vastmaken doen we door middel van lassen. Dan verwarmen we de kabels en dan moet je natuurlijk zorgen dat je ze aan elkaar hebt. Dat is niks anders dan een hele grote kroonsteen. Dan moet je ook elk draadje op de juiste plek met elkaar verbonden hebben. Nou, om die last te beschermen. Ja, dan is het wel natuurlijk noodzaak dat er een bescherming omheen zit. Daar komt een mof omheen. En die mof die beschermen we ook weer in een lasput. En die lasput die gaan we dadelijk zien. Ja, top. Kijk, je hebt in principe zie je hier dus de kabel achter je lopen. En je ziet het uiteinde. En eigenlijk, ja, ze moeten op een gegeven moment tegen elkaar aankomen. Dus wat hij nou gaat doen is eigenlijk, zoals we het net noemen, schillen. Dan gaan ze eigenlijk steeds beetje voor beetje eraf halen. Dan zie je deze apparaten voor. En dan zorgen ze ervoor dat ze de kabels dusdanig voorbereiden dat je ze kunt gaan lassen. Wat je hier dus ziet liggen is de mof. Er gaan aan allebei de kanten gaan daar de kabel in. Waardoor er eigenlijk een hele grote bescherming ontstaat voor de las. Want je moet natuurlijk wel zorgen dat die las heel blijft en dat er niks kan aankomen. Dit is dus echt de bescherming van de locatie. En vervolgens komt hier ook weer een kist omheen. Dat noemen we dan de lasput. Ter bescherming weer van de bescherming. Dus eigenlijk zit er een dubbele bescherming op de kabel. Ja. Je ziet hier dus daadwerkelijk de aluminiumkabel zitten. Daar zit een buis omheen, een bescherming. Het heeft allemaal te maken natuurlijk ook met warmteafdracht, bescherming van de kabel en de functioneren van de kabel. Hè. En dit is dus echt daadwerkelijk de kabel zelf. Ja. Dus echt hetgene waar de stroom straks erin gaat. Waar de stroom op komt te staan, dat is dit. Dat is dat, ja. En die hebben dan de bescherming. En hier zie je nog de kop erop zitten. En dit is de beschermingshoef, zie je hier dat zwarte ziet. En soms moet je wat verwijderen om hem te kunnen verbinden met elkaar. Kijk, en vroeger was alles koper.
Ja, in dit geval is het gelukkig geen koper, want anders was het een heel groot fortuin wat onder de grond lag. Dat denk ik ook, ja. Hoe is het met het schema? Klopt het precies? Nou, we liggen best goed op schema met de uitvoering. Kijk, natuurlijk ben je altijd afhankelijk van wat je in de ondergrond tegenkomt en hoe snel de werkzaamheden gaan. Maar vooralsnog zit de planning er wel dat wij in het najaar van 2022 gaan opleveren. En dat betekent dat de kabel ondergronds dan helemaal is aangelegd. Zo. Nog één spannende vraag, vind ik zelf. Nou, ik ben benieuwd. Hoe moet ik van dit gigantisch groot project de prijs zien? Het prijskaartje wat eraan hangt. Nou, dat is een hele bijzondere vraag, dat klopt. Nee, met dit project zijn wel tientallen miljoenen investeringsbudget gemoeid. Zowel vanuit Tennet natuurlijk. Hè. En dat is dan over het hele project. Dus en de voorbereiding van het project, maar ook de realisatie wat wij als NRG doen. Maar ook het verwijderen van hoogspanningsmasten straks in de toekomst. Dus al met al een heel groot prijskaartje. We komen straks nog een keer op terug. Even jullie bedankt. Al eeuwenlang is de meimaand Mariamaand. In de Mariakapelletjes die Oosterwijk, Heukelom en Moegestel rijk is, worden in de maand mei druk bezocht om een kaarsje aan te steken. De oudste Mariakapel van Oosterwijk stond op de lint waar nu het raadhuis staat. Vanuit de kerk op de lint werd het Mariabeeld in 1935 in processie naar de Petruskerk gebracht. In het jaar 1935 is het 25 jaar geleden dat het beeld van Onze Lieve Vrouw Terlinde haar plekje kreeg in de Mariakapel van de Petruskerk. Het betreffende beeld werd op de dag van de première van de 7e Blieskap in processie door Oosterwijk gedragen. Schreef Anton Huibers het Maria-lied Maria Vreugderijk als eerbetoon aan Maria die hij vereerde. Het laat middeleeuws genadebeeld werd destijds door architect Kuipers, bouwer van de kerk, gerestaureerd en staat dit jaar 100 jaar in de Petruskerk. Wij staan hier voor het gemeentehuis van Oosterwijk. Een gemeentehuis met een rijke historie, want vanaf de middeleeuwen was dit de plaats waar de kapel gevestigd was van Maria Vreugderijke. Maria Vreugderijke is anderhalf jaar geleden verhuisd tijdelijk naar het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Dit naar aanleiding van de brand die de Petruskerk gedeeltelijk heeft verwoest. Vandaag, zaterdag 27 november, komt het beeld in al zijn glorie weer terug naar Oosterwijk. En waar beter dan op de meest originele plek kan zij opnieuw worden ontvangen en wel door burgemeester Kortman. Wij wachten dus af op de komst van Maria Vreugderijke.
hartelijk welkom hier op een historische plek. Een historische plek die weer eens even echt naar boven gehaald wordt. Echt weer in de schijnwerpers gezet wordt. Maria, die hier historisch stond, is even terug op de oude locatie. Het Gilde uit Heukelom begeleidde Maria Vreugderijke op haar tocht naar zorgcentrum De Vloed, waar Maria door de bewoners tijdens een korte plechtigheid werd vereerd. Zorgcentrum De Vloed, waar Maria Vreugderijke zojuist gehuldigd is door de bewoners en hun familieleden, zien we toevallig een aantal schilderijen hangen die ook nadrukkelijk met de Petruskerk te maken hebben. Eén ding is heel duidelijk, ik zie veel schilderijen hier waar op tot uitdrukking is gebracht de brand van de Petruskerk van anderhalf jaar geleden. Dat heeft natuurlijk, zo te zien, nogal wat indruk op jou gemaakt. Er zitten emotionele achtergronden bij. Dan werkt dat beter door in het werk ook. En zodoende is daar vooral die toren laat ik iedere keer terugkomen, die vallende toren. Ik heb ook verschillende werken symbolisch gewerkt. Toch die vallende toren erbij. Bijvoorbeeld daar verderop hangt een werk met een bouwkraan erbij. Voor veel mensen hebben achter elkaar al gedacht, die kerk moet weer herbouwd worden, heb ik de kraan al bijgezet. Vervolgens begaf de stoet zich naar de inmiddels volledig gerestaureerde Petruskerk, om daar Maria Vreugderijke opnieuw, maar hopelijk nu voorgoed, haar intrede te laten doen in haar eigen voor talloze, zo vertrouwde Mariakapel. Ik sta hier voor het gemeentekantoor van Oosterwijk en zo dadelijk vindt dan de overdracht plaats van AED-apparatuur van de gemeente Oosterwijk aan Oosterwijk Hartzeef. Meneer Widdershoven, als voorzitter van de stichting Hartzeef, ik voel me bevoorrecht om deze AED als symbool voor alle AED's in Oosterwijk over te mogen dragen aan de stichting. Wij zijn daar als gemeente uiteraard heel blij om, want het geeft een ontzettend veilig gevoel dat we nu op dit moment met deze erbij als laatste de gemeente Oosterwijk volledig dekkend is. En dat doet ons goed. En daarom dit moment dat we samen de ondertekening doen. En fijn dat er zoveel vrijwilligers en professionals zich hiermee bezighouden. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan, dank je. En heel veel dank ook voor de steun van de gemeente die wij de afgelopen 12, 13 jaar ontvangen hebben. En we vinden het ook heel erg belangrijk om dat de gemeente dat uitstraalt, dat wij gesteund worden als stichting. En we zijn heel blij met deze AED wederom erbij. Dank je wel. Mooi, dan gaan we over tot de ondertekening samen, zou ik zeggen. Ja. Bij deze een feit. Mooi.
Bij mij staat de voorzitter van Oosterwijk Hartzeef, professor Dr. Jos Widdershoven, cardioloog in het Elisabeth Ziekenhuis, Twee Steden, Poli Waalwijk en Oosterwijk Kliniek. Wat bracht u ertoe om het initiatief voor Hartzeef mede op te richten? Ja, dan gaan we al terug naar 2006, zou ik bijna zeggen. En de belangrijkste trigger voor ons als cardiologen in Tilburg was dat we vaak zagen dat er patiënten vanuit deze regio kwamen in het ziekenhuis na een reanimatie die eigenlijk te lang hadden moeten wachten op een AED of op de ambulance. De aanrijdtijd van de ambulances destijds was behoorlijk lang. En dat leidde ertoe dat wij dachten van, goh, daar moeten we eigenlijk een oplossing voor zien te vinden. En toen hebben wij als eerste, hebben we twee AED's, als maatschap cardiologie destijds, hebben we geschonken aan de gemeente hier. Dat was destijds Ivo Kortman, dat was toen burgemeester. En wij dachten, dan zijn er mooi twee AED's in Oosterwijk. Maar de heer Kortman die had een plannetje, die zei van, ik schenk ze gelijk terug. En dan mogen jullie een stichting oprichten. En dan zal ik jullie daarbij ondersteunen. Maar het feit dus dat er te veel patiënten waren die langdurig hadden moeten wachten op de ambulance, dat was voor ons de trigger. Juist, dus dat is voor een groot deel opgelost. Want u bestaat al een groot aantal jaren, vanaf 2006 zei u zojuist, hè? Ja, ja. 2006 is het begonnen in samenwerking met de EHBO ook, hè? Oosterwijk, Moergestel. Toen zijn wij gestart met de stichting. En Oosterwijk was ook de eerste Nederlandse gemeente die volledig Hartzeef was. Ja, dat is nu 11 jaar geleden. Dat is 11 jaar geleden, ja, precies. Ja, ja, klopt, ja. Hoe werkt uw organisatie als er een melding komt? Wat gaat er dan gebeuren? Als er een melding komt, dus ergens wordt een slachtoffer aangetroffen, dan is het eerste wat een bystander, een persoon die in de buurt is, moet doen, dat is 112 bellen. En als er 112 gebeld wordt, kom je terecht bij de meldkamer. En als er sprake is van een patiënt die niet reageert, een hartstilstand heeft en niet ademt, dan wordt er gelijk een melding uitgestuurd naar de ambulance. Er komen er 1 of 2 ambulances. En tegelijkertijd gaat een melding naar Hartslag Nu. En Hartslag Nu zorgt ervoor dat er in de omgeving van dat slachtoffer een peiling optreedt van vrijwilligers en AED's die daar aanwezig zijn. En dan worden er meldingen uitgestuurd. En dat kan soms gaan tot 100 berichten naar 100 personen. En als er een aantal AED's in dat gebied zijn en een aantal vrijwilligers en die reageren ook door er naartoe te gaan, dan wordt de rest eigenlijk afgebeld. Oh, zo ja. Ja. Dus maar het wordt gepeild. Via geopeiling wordt dat gedaan. En hoeveel vrijwilligers heeft u globaal hier in de gemeente, in de Groot Oosterwijk, zeg maar? Ja, we hebben hier Groot Oosterwijk. Dan hebben we het over Oosterwijk, Moergestel en Heukelom. En in de toekomst, want we zijn al aan het samenwerken met Haren, hebben wij nog meer vrijwilligers. Nu hebben we ongeveer 540 vrijwilligers die ook volledig opgeleid zijn, die volledig gecertificeerd zijn en die jaarlijks ook hun reanimatiecertificaat halen. We hebben natuurlijk wat moeite gehad met corona de afgelopen jaren, hè, maar automatisch zijn de meeste certificaten verlengd voor de vrijwilligers. Maar er zijn behoorlijk wat vrijwilligers hier en dat blijft ook steeds groeien. Dus daar zijn we heel erg tevreden over. We hebben wel moeite gehad met het opleiden van de vrijwilligers de afgelopen 2 jaar. Mensen mochten niet bij elkaar komen fysiek. Maar dat hebben we vanaf september afgelopen jaar weer op kunnen pakken. En ook heel veilig doen we dat nu. We hebben een grote gullegever gehad in Oosterwijk. En die heeft ervoor gezorgd dat we 20 oefenpoppen hebben kunnen kopen. En dat betekent dat iedereen individueel kan oefenen. Dus we hoeven niet meer met 3, 4 man bij dezelfde pop. Nee, iedereen krijgt zijn eigen pop, gesteriliseerd. Gesteriliseerde pop, ja, daar kun je van alles mee nadenken. Ja. Maar in ieder geval, de mond is gesteriliseerd van die pop. En daar zorgen we ervoor dat die mensen netjes hun opleiding kunnen krijgen ieder jaar. Ja. Buiten dat, is er nog meer apparatuur nodig voor Oosterwijk en voor Groot Oosterwijk, zeg maar?
Ja, want de apparatuur is natuurlijk, hè, dat zijn de AED's die we nodig hebben. Maar bij een inzet, dan moeten de pads, de plakkers, die moeten veranderd worden. Op een gegeven moment gaan de batterijen stuk, hè, of die zijn verouderd. En voor die tijd zorgen wij dat vervangen wordt. Grote andere apparatuur hebben we eigenlijk niet. Dus vooral de hardware, het materiaal waar wij het mee moeten doen. De poppen, de AED's, de kasten die er omheen hangen. Wat u hier ziet bij de gemeente, daar is ook een prachtige kast omheen. Ja. Met een pincode. En die pincode die krijgt degene die gealarmeerd wordt op zijn telefoon via de app of via de sms. Nou, het werkt geweldig. Het werkt te horen. Fantastisch. Ja, ja. Ja. Ja, heeft u nog een wens voor, zeg maar, Oosterwijk Hardsafe? Nou, een belangrijke wens is dat we, zeker wat betreft bedrijven en particulieren, dat we de steun hopen te kunnen blijven behouden. En dat is van belang, want het is toch een financieel verhaal. Hè? We moeten die AED's na 12 jaar weer vervangen. En we hebben er inmiddels een kleine 68 in Oosterwijk hangen, waarvan we er 53 of 54 in beheer hebben, dacht ik. Ja, ja. Dus er zijn heel veel AED's zijn dat. En dat is belangrijk dat we daarmee verder kunnen gaan. We hopen ook, een belangrijke wens is dat we prettig gaan samenwerken met de dorpskern Haren. Hè? Dus daar hebben we al gesprekken mee gehad. Daar zijn we ook erg blij mee. Dus we zullen het samen moeten doen. En het feit dat het zinvol is, mag blijken uit het feit dat inmiddels vanaf de start van de stichting 170 inzetten zijn geweest in Oosterwijk, Moergestel en Heukelom. Dus het is echt een 15 tot 20 keer per maand dat het systeem gebruikt wordt. Ja, nou, het is geweldig. Ja. Ja, rest mij om u en uw organisatie heel veel succes te wensen en met name in de toekomst. En ik dank u wel voor het interview. Graag gedaan, dank u. Elke week krijgen in ons land zo'n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het is dan van cruciaal belang dat de hartslag zo snel mogelijk weer op gang komt om hersenschade te voorkomen. Daarom is de nabijheid van een AED-apparaat en iemand die dat kan bedienen van levensbelang. Stichting HeartSafe Oosterwijk beheert sinds 2007 ruim 50 AED's in de 3 woonkernen van de gemeente Oosterwijk. Ook zijn er bijna 500 vrijwilligers aangesloten bij Oosterwijk HeartSafe en het alarmeringssysteem Hartslag Nu, die veelal in eigen beheer zijn opgeleid in het reanimeren en het bedienen van de AED. 50, die hebben we gewoon nodig, dus dat is goed voldoende zijn. Ja. Wat is er? Ja, ze is neergevallen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Hallo, even de hond weg. Dat is heel onrustig. Ja, dat is goed. Oh. Hallo. Bel 112. Bel 112 even, dat gaat niet goed. Hallo. Ze zegt helemaal niks, ze ziet zo wit. Meldkamer ambulancedienst, wat is er precies aan de hand? Ja, er is iemand flauwgevallen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is niet goed, denk ik. Ik weet niet wat ik moet doen. Is mevrouw aanspreekbaar op dit moment? Nee, weet ik niet, maar... Wat is het adres waar het slachtoffer zich bevindt? En in welke plaats? Het is de Wolvensteeg in Oosterwijk, vlakbij nummer 60, zegt hij.
We gaan een ambulance naar u toe sturen. Blijft u alsjeblieft aan de lijn, blijft u rustig. Ik zal u precies vertellen wat u moet gaan doen. Na een 112-melding gaan er twee verschillende meldingen uit naar de vrijwilligers die zich in een beperkte straal rondom het slachtoffer bevinden. Oké, prima. Eén met de opdracht naar het slachtoffer te gaan en direct te starten met reanimeren. En één om op een aangegeven locatie, met de in de melding genoemde code, een AED op te halen en bij het slachtoffer aan te sluiten. AED oproep. Sorry, ik krijg een melding voor de oproep van de AED. Ik bel nu voor tussen. Oké. Succes. Ja. Hallo. Hoor je mij? Hallo, hallo. Oké. Vrijwilligers zijn opgeroepen. Blijft u aan de lijn, alstublieft. Niet elke gealarmeerde vrijwilliger zal in de gelegenheid zijn om gevolg te geven aan de oproep. De vrijwilliger die het eerst bij het slachtoffer aankomt, voert de reanimatie uit en gaat hiermee door totdat de ambulance is gearriveerd. Wil jij de ambulance ontvangen? Ja, ik vang de ambulance. Nadat het slachtoffer overgenomen is door de medewerkers van de ambulance en de burgerhulpverleners een stapje terug hebben gedaan, krijgen zij een klikbandje van Heart for All uitgereikt dat hen in staat stelt om in contact te komen met het slachtoffer, diens familie of met de medehulpverleners.
Het in contact komen met betrokkenen helpt de hulpverleners bij de verwerking van deze traumatische gebeurtenis en zorgt ervoor dat zij ook de volgende keer weer bereid zijn de helpende hand te bieden. Voor de komst van de AED verliet 5% van de slachtoffers na een hartstilstand gezond het ziekenhuis. Dankzij de AED en de vele vrijwilligers is dat nu circa 25%. Van belang blijft dat, wanneer in uw omgeving iemand onwel wordt, u onmiddellijk het alarmnummer 112 belt. Want elke minuut telt. En hoe gaat het nou met je? Ja, goed. Heel erg goed. Wel raar hoor dat het daar gebeurd is. Ja. Nou, ik ben wel echt blij dat jij er was. Nou, en ben je